Cambuur AGOVV voor de Vriezen de gelegenheid om de kater van de uitschakeling in het KNVB-bekertoernooi van zich af te spelen. En aanvankelijk ziet het er ook aardig uit voor Cambuur. Deze aanval gaat net naast Van der Wij. Komt wel goed voor zijn man, maar krijgt hem niet tegen de touwen. AGOVV staat 3 punten boven Cambuur Leeuwarden, maar creëert bar weinig in de eerste helft. 42e minuut, dit moment. En wat een fijne trap, zeg. Koen Garretsen maakt hem. En omdat hij mooi is, nog maar een keer. Heerlijke vrije trap. En 1-0 de voorsprong voor AGOVV. En opnieuw dreigen dus problemen voor Cambuur Leeuwarden. Dat in de tweede helft Marinus Dijkhuizen in de ploeg brengt. En dus meer aanvallende kracht heeft. Dit is Rudy Jansen. Krijgt hem fijn terug en zet dan op voor nog maar eens een 1-2. Nu terug van Dijkhuizen en de kans voor Jansen. En de redding van Lenting. Een van de spaarzame hoogtepuntjes overigens in een vrij matige wedstrijd. En Cambuur gaat voor de 4e keer op rij verliezen voor eigen publiek. Want dit is de laatste kans van de wedstrijd. Mertens fijn gedraaid. En AGOVV wint dus met 1-0 in Leeuwarden. Nadat het eerder deze week ook al de volgende ronde haalde in de beker. Wij kunnen van heel hoog naar heel laag gaan. Wij zijn absoluut niet stabiel, maar daar roep ik al een poosje in. Daar zullen we heel hard aan moeten werken. Maar het is wel een terugkerend iets. Wij zijn het zomaar kwijt. En als we het dan ook even kwijt zijn, dan